Dragen wij altijd dit? Welkom bij Vraag het Google, waar we jouw brandende vraag beantwoorden. En er zijn weer een hoop brandende vragen gesteld. Mm-hmm. Als eerste de belangrijkste. Jotte. Dragen we altijd dit? Op werk. Zo van, als je bij Google werkt, moet je dan? Ik snap de vraag wel, want wij hebben altijd iets uit de merchandise store aan in Vraag het Google. Maar het antwoord is nee. Er is eigenlijk bijna niemand op kantoor die steeds dit aan heeft, behalve Rian en ik. Ja, draag je het ook wel eens als we niet Vraag het Google doen? Ja, thuis, weet je wel, onder de douche. Het is echt heerlijk. Onder de douche. Nee, dat doe ik niet. Maar als jij ook zo'n shirt of trui wil, ga dan naar de Google Merchandise Store. De link staat nu in beeld. Dan kun je er net zo fantastisch uitzien als wij. We kregen ook een vraag van Zebraatje. Ik kan het niet eens uitspreken. Zebraatje paardje. Het is heel moeilijk. Op de een of andere manier is het heel moeilijk. Ja, hoe download je een online fietskaart in Google Maps? Ik denk dat Zebraatje paardje offline bedoelt. Want als het online is, doen we het niet. Ja, toch? Maar ja. Je moet hem wel online downloaden. Je moet online zijn om te downloaden, ja, dat is waar. Je gaat naar Google Maps en dan zoek je het gebied waar je een offline kaart van wil hebben. Dan heb je uiteindelijk een knop waarmee je die kaart kan opslaan. Dan wordt die gedownload. Je kunt nog even precies bepalen welk gebied je wil hebben. Mm-hmm. En dat betekent dat je dan dus kunt navigeren en kunt zoeken, zelfs als je niet online bent. Alleen, daar zit geen fietskaart in. Oh. Maar het is nog steeds beter dan niks. Je kan natuurlijk wel rondkijken, je kan wel autonavigatie doen. Dus je kunt in ieder geval ook zonder internet dan, bijvoorbeeld als je op vakantie bent in een land waar internet heel duur is, als je een Nederlands abonnement hebt, dan kun je toch nog een beetje navigeren. Maar voor een fiets moet je dus wel even goed uitkijken. Eline die heeft een vraag. Nou, daar hebben we ons hoofd wel een beetje over gebroken. Want ik vind het wel een goeie. Hè? Kijk, als superlijm aan alles moet vastplakken, waarom blijft het dan niet vastzitten aan de binnenkant van de verpakking? Ik vind het een hele goede vraag. Ik heb echt geen idee. Nee? Nee, ik... Ja. Nee, je komt er niet uit, hè? Jij? Als we nou even een lijmfabrikant bellen. Goed idee. Die hebben klantenservice. Ja, die moet het wel weten, heb toch? Heb jij ook wel eens lijm gekocht? Dan kunnen we best de klantenservice bellen. Ik gebruik geen lijm meer sinds ik niet meer op school zit. Sinds de kleuterklas heb je niks meer gelijmd. Sinds ik niet meer knutsel, ja, heb ik geen lijm gekocht. Goedemorgen, Ries Informatie. Goedemorgen, met Rachid Finch. Ik heb een vraag. Als superlijm aan alles moet vastplakken, waarom blijft het dan niet zitten aan de binnenkant van de verpakking? Ik kan daar maar geen uitleg op vinden. Dat heeft te maken met het feit met een kunststofsoort. De meeste verpakkingen van waar onze lijmen in zitten, die zijn dan vaak van een polyethyleen. Oké. Okay. Of een polypropyleen. Ja? Of de aluminium tubes bijvoorbeeld, die zijn dan van binnen gecoat met een dergelijk laagje. En dat zijn nou juist kunststoffen waar je uiteindelijk geen goede hechting krijgt met lijm. Dus het materiaal, de verpakking is gemaakt van een spul waar die lijm eigenlijk niet op werkt. Uitstekend, hartelijk dank voor uw advies en voor het beantwoorden van de vraag. Dank u wel. Tot ziens, dag. We kregen ook een vraag van Kees en de vraag is, hoe kan ik meer betrokken raken bij Google? In elke app zit de knop feedback en daar kun je je feedback achterlaten. Dus als je ideeën hebt over verbeteringen, features, dan kun je die daar achterlaten. Dat zou ik dan wel per app doen. Hè? Dus als je een goed idee hebt voor Gmail, doe dan even feedback verzenden in de Gmail app. Of als je trouwens een goed idee hebt voor de Google Assistent, kun je ook tegen de Google Assistent zeggen, verstuur feedback. Dan kun je ook de feedback inspreken en dan komt het ook bij het team terecht. Sanne Middelkoop die vroeg, komt Drop echt uit Nederland, Rian? Goeie vraag. Soms denk ik, er is niks Nederlandser dan Drop. Ja. Maar is niet waar. Is ooit ergens vanuit Azië, Midden-Oosten, wel naar Europa gekomen. Daar heeft een Italiaan, Giorgio Amarelli, heeft daar voor het eerst iets mee gedaan. Amarelli, ja. We kennen natuurlijk ook de Britten. De Engelse Drop, die doen er ook heel veel mee. Wat zeg je dat weer? Wat? Licorice? Maar hoe spel je het? Ja, dat is ook nog. Dat is een heel andere vraag. Maar ja, we zijn wel de grootste producent in Nederland van Drop. Ja, en Spanje en Duitsland zijn 2 en 3. Ja, dan hebben we ook nog een vraag van Mr. Damien. En de vraag is, wordt er bij Google Amsterdam ook software engineering gedaan? Ja, ligt er een beetje aan wat je bedoelt. Het is niet zo dat er in Amsterdam gewerkt wordt aan de grote producten die je kent. Dus we hebben hier geen engineers die werken aan Gmail of Google Maps of noem maar op. Maar we hebben hier natuurlijk wel engineers op kantoor die bijvoorbeeld klanten helpen. Zeker in Google Cloud. We hebben daar cloud engineers die klanten helpen met hun producten naar de cloud brengen bijvoorbeeld. Mr. Damien vroeg ook, zou de perfecte stage zijn? Asking for a friend. Nou, dan moet je friend maar even naar careers.google.com. En daar zie je al onze vacatures en eventuele stageplekken in Amsterdam of ergens anders.
Kan natuurlijk ook leuk zijn om niet in Amsterdam stage te lopen. Dus neem daar even een kijkje. We kregen ook een vraag. Moet ik echt de naam zeggen van degene die hem heeft gesteld? Ja, ik vind wel dat je dat moet zeggen. Maar dat wil ik niet. Oké, doe maar niet. Wat wordt de vraag? Dragen wij altijd dit. Oh. Dit? Dit. Dit. Dragen we altijd dit? Dit, ja. Oh, dat is toch lief. Dat was wel heel lief. Oh. Maar daar moet dus 80% uit. Wil je nou dus het hele antwoord Extended video. Stuur feedback. Moet je eerst hey dingen zeggen. En dan, niet dingen, maar je snapt het. Heb je nou ook een vraag aan Google? Laat hem dan achter onder de video in een reactie. Zeker. En vergeet je niet te abonneren, want als je abonneert, dan krijg je meer. En dan ben je ook de eerste die het weet als we een nieuwe video hebben. Ja, en dan zien we je volgende keer weer. Laat een duimpje achter en tot de volgende keer. Doei!